Neem rust in je tijd. Om het jezelf gemakkelijk te maken. Je neemt jezelf een comfortabele zitpositie aan. En je zit met je rug rechtop. En je beide handen losjes op je schoot. Met de handpalmen omhoog gericht. Je rechterhand zachtjes op je linkerhand. En eventueel leunt het topje van je rechterwijsvinger zachtjes aan tegen het topje van je linkerduim. Maar om het even welke positie die hiervan afwijkt is ook goed, zolang jij je maar op je gemak voelt en ontspannen. Je rug en je nek, die lopen in één rechte lijn. Zodat je bloedsomloop ook van nature gemakkelijk kan stromen. Je ogen zijn slechts heel licht gesloten. Het is net alsof je naar de horizon kijkt, losjes en ontspannen. Maar je oogleden zijn helemaal dicht, zonder spanning. Zonder je ogen dicht te willen knijpen. Belangrijk om hier ook eventjes op te letten. En je zit met een heel subtiele glimlach op je gezicht. En op die manier vul jezelf met vrede, met geluk en ontspanning. Vandaar dat het heel belangrijk is om werkelijk ontspannen te zijn. En dit doe je gewoon door alles los te laten. Door zachtjes van je hoofd tot aan je voeten te gaan. Door middel van een zacht bewustzijn. Net alsof een heldere rivier van je hoofd tot aan je voeten stroomt. En overal waar die stroom passeert, wordt alles helder en licht. Ontspant van je hoofd tot aan je voeten. En van je voeten tot aan je hoofd. Zodat je werkelijk alles los kunt laten. Als je stabiel zit, zul je ook merken dat het heel gemakkelijk gaat.
En je vult jezelf met dat gevoel van vreugde. Gelukzaligheid. En ontspanning. Eventueel kun je zelfs een aantal goede daden die je ooit hebt gedaan voor de geest halen. Slechts op dit moment. En je herinnert je ook het gevoel dat je toen had. En het gevoel dat ontstaat zal automatisch een kettingreactie van andere positieve gevoelens oproepen. Positieve herinneringen. En eenmaal je dat gevoel hebt, laat je alles terug los. Al je gedachten, al je bezigheden, verleden en toekomst. Je komt volledig terug in het hier en nu, met wat je bezig bent, het ontspannen van je lichaam en je geest. Je ademt een aantal keer traag, diep in en uit. Terwijl je dit doet, voel je hoe de lucht langsheen je neus stroomt, doorheen je longen. Tot in je buik. Waar je zachtjes het keerpunt voelt. Alvorens je uitademt. En terwijl je inademt, vul je zelfs je ganse lichaam met helderheid en ontspanning. Wanneer je uitademt, laat je nog meer los. Je wordt je zelfs bewust van het feit dat je helemaal alleen zit in een prachtige en wijdopen omgeving. Alsof er alleen nog maar de horizon is en de wijde cirkel die de atmosfeer om je heen vormt. En je voelt je werkelijk het centrum van dit alles. Alles is gevuld met positieve energie. Die zowel buiten je als binnen je stroomt. Zelfs je lichaam begint nu steeds lichter aan te voelen. Hoe meer je loslaat, hoe lichter je wordt. Je geniet van dat gevoel, zonder verwachting, zonder ook maar iets te willen.
Ben je gewoon tevreden met de huidige toestand van zijn? Bewust dat je helemaal helder bent en licht. Zo binnen, zo buiten. Zo buiten, zo binnen. En langzaamaan. Heel langzaam. Lijkt het wel alsof je volledig weg smelt en één wordt met die uitgestrektheid. Alsof je lichaam verdwijnt. Er is een teken dat je werkelijk ontspant. En tezelfde tijd breng je je aandacht ook zachtjes terug naar die innerlijke ruimte in jezelf. Breng jezelf terug naar je centrum. Daar waar je adem zich keerde. Waar jij je goed voelt. Een beetje boven het vlak doorheen je navel. Stel jezelf voor dat zich in jouw centrum reeds op dit moment een heldere sfeer bevindt, energetisch, puur, helder als het zonlicht, wit, puur en zacht licht. Vol vrede, vol puurheid, vol ontspanning. En je wordt jezelf bewust van het bestaan hiervan, alsof de heldere sfeer zachtjes in je centrum zweeft. Jezelf vullend van dat gevoel van volledige ontspanning en diepe vrede. Het is ook belangrijk dat de mate van aandacht die je hanteert erg zacht is. Het is alsof je heel onrechtstreeks kijkt, net alsof je door een straat loopt waar iedereen aan je voorbij gaat
En je zonder dat je naar iemand kijkt, toch weet dat dit een man of een vrouw is, een kind of een volwassene, een jonger iemand of een ouder iemand, zonder rechtstreeks te kijken. Op diezelfde manier observeer je het centrum. Het is ook goed om de mantra te gebruiken. De mantra is als een subtiele golf van energie, concentrisch vanuit je centrum, als een druppel die op het water valt. Die kringen worden gecreëerd op dezelfde manier ontstaat de mantra vanuit je eigen centrum. Samma Arahang. 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 Telkens weer opnieuw, tot alles verdwijnt, als vanzelf. En je geest uiteindelijk volledig stil wordt, dan vindt het ook het centrum als vanzelf. En om het even wat je voelt, laat het los. Aanvaard het. Doe zelf helemaal niets. Geen reactie. Helemaal niet. Wees gewoon stil en ontspannen.
Telkens als je afdwaalt, breng je aandacht heel subtiel terug. Ergens in je eigen centrum, waar jij je goed voelt. Waar jij weet, dit is de beste plaats. De meest veilige plaats om te zijn.